Kun je met de Canon EOS 2000D professioneel uitziende portretfoto's maken? In deze video ga ik je laten zien hoe je dat moet doen. En dat gaan we doen met de meest eenvoudige basisopstelling die er is, met een op een statief los van de camera geplaatste flitser die op afstand bedienbaar is en een simpele paraplu voor een mooi diffuus licht. Deze opstelling is gemakkelijk te verplaatsen rondom je model om op die manier diverse belichtingstijlen te creëren. De 2000D kwam in 2018 op de markt en werd door Canon geïntroduceerd als een instapmodel voor de beginnende fotograaf. De camera heeft een 24 megapixel sensor met 9 autofocuspunten. Alle objectieven uit de EFS-collectie van Canon zijn compatible met deze camera. Als flitser gebruik ik de Canon 430 EX3RT, een compacte en krachtige flitser met een richtgetal van 43. Er gaan 4 AA-batterijen in. Zorg dat je er voldoende bij hebt als je ermee op pad gaat. De camera en de flitser zijn draadloos met elkaar verbonden via een Hanel Captur Transmitter Receiver. De Captur werkt op een 2,4 GHz frequentie, waardoor je een maximaal bereik hebt van 100 meter onder de meest ideale omstandigheden. Ik fotografeer in de M-stand, waarbij ik begin met de volgende basisinstellingen. Een f-getal van 8, de ISO staat op 100 en ik gebruik een sluitertijd van 1/250ste seconde. Ook de flitser staat in de M-stand, zodat ik zelf handmatig de hoeveelheid licht kan aanpassen door dit op de flitser in te stellen of door simpelweg de hele opstelling wat verder weg te zetten of dichterbij te plaatsen. Ik gebruik de vuistregel dat als de camera eenmaal correct is ingesteld, ik niet meer op de camera aan deze instellingen kom, maar enkel nog met de flitser correcties aanbrengen in de belichting. Nabewerking op de computer mag naar mijn idee niet ontbreken bij portretfotografie. Laat je creativiteit hierbij lekker volledig los en probeer niet te vergeten dat het jouw foto's zijn en jij ermee doet wat je ermee wil doen. Regels zijn er om te breken en smaak is persoonlijk. Hopelijk had je iets aan deze video en heb ik je kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan met portretfotografie. Misschien tot een volgende keer.